je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Lookfantastic unboxing. Ik heb dit pakket van Lookfantastic ontvangen, want sinds gisteren heb ik een eigen persoonlijke kortingscode. Waarschijnlijk als deze video online komt, is het alweer een paar dagen later. Maar ik heb nu een eigen code die je kan gebruiken bij afrekenen, waar je 20% korting krijgt op heel veel producten en merken. En sommige zelfs nog meer dan 20% korting. En sommige niet. Het is een beetje... Ik moet zelf nog even uitvogelen hoe dat precies allemaal zit. Maar ik heb in ieder geval een code. Dat is PinkitNLLF. Ik zet hem even hier in beeld neer. En als je erbij lookfantastic.nl gaat winkelen en je doet die toevoegen, dan krijg je korting. En ter ere daarvan heb ik dus een pakket gekregen met allemaal producten. En die laat ik in deze video aan jullie zien. Van het merk Natasha Denona heb ik het brons palet ontvangen. Die ziet er zo uit. En dit is mijn derde palet van dit merk. En de oogschaduwen zijn echt zo goed, zo mooi. Dat ik aan verlievelee zeg maar alle paletten aan het verzamelen ben. Behalve het nieuwste, dat is met pasteltinten. Die sla ik even over. Maar kijk hoe mooi deze is. Ik hou van dit soort tinten. En ik dacht misschien willen jullie hier binnenkort ook een review van zien op pinkit.nl of op YouTube. Dan zit er iets in wat niet voor mij is, maar voor mijn dochter. Namelijk van Florence by Mills deze toner. Dit is van Millie Bobby Brown. Zij speelt onder andere in Stranger Things. En mijn dochter is helemaal gek van haar. Hij heeft ook bijna de complete lijn. Behalve de toner nog niet. Dus ik dacht, dan bestel ik die voor haar. Ik mocht wat dingetjes uitzoeken en doorgeven. En ik dacht natuurlijk ook aan sterren. Dus die gaat zij gebruiken. Dan had ik heel veel gehoord over het merk First. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dit is een cleansing balm. Dat gebruik ik graag om de eerste stap van mijn make-up te verwijderen. Dat doe ik graag met een balm of met een olie. En deze was niet mega duur. Ik ken het merk zelf nog niet echt. En ik had hem bij heel veel YouTubers voorbij zien komen. Dat ik dacht, nou die wil ik dan ook wel heel graag proberen. Even kijken, oh, hij zit nog helemaal dicht of niet. Ah. Het ziet er gewoon zo uit als een balm. Is qua geur... Redelijk neutraal. Dus ik ga wel lekker proberen. Misschien dat ik hier dan nog een video mee maak of iets. Ik weet nog niet wat ik met alle producten precies ga doen. Maar ik kreeg het pakket en ben ik wel zo enthousiast. Ik denk ik gooi de camera aan en we gaan weer lekker filmen. Dan zit er nog wat van CeraVe in. Namelijk de Hydrating Foaming Olie Cleanser. Waar ik het net al over had dat ik ook graag een cleansing olie gebruik. Zag ik dus deze dat die nieuw was. En die van CeraVe, die ben ik nou een beetje de laatste weken aan het ontdekken. En ik heb binnenkort ook een evenement van dit merk dat ik dacht van oké, ik ben hier wel benieuwd naar. En ik heb mijn dochter ook een tube gegeven voor gezichtscreme. Die heb ik laatst ook zelf gebruikt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er best wel positief over verrast ben dat ik voor mezelf ook een tube heb besteld. Dus die komt binnenkort nog binnen. Maar deze cleanser ga ik waarschijnlijk dit als duo gebruiken om haar huid te reinigen. Van het merk Molton Brown zat er een setje in. En dit is een douche duo. Dus twee keer een douche gel. Volgens mij kan je ook bad en shower gel. Ik heb helaas geen bad. Dus ik ga dit onder de douche gebruiken. Daar zit deze in. De Invigorating Suma Ginseng. Ik heb echt geen idee of ik het goed uitspreek. Maar allemaal een moeilijke naam altijd. Oh, die ruikt lekker. Ja, heel kruidig. Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met Molton Brown. De ene geur vind ik heerlijk, de andere geur niet. Dus het is een beetje altijd op de gok. Maar deze ruikt heel erg lekker. Dan hoop ik... Dit is Infusing Eucalyptus. Oh ja, even kijken hoor. Die ziet er zo uit. Het zijn gewoon flacons van 300 milliliter. Dus gewoon full-size flacons. En die ruikt... Oh mijn god, die ruikt lekker. Ja. Oh, ik hou hiervan. Vooral als je dan wat verkouden bent of na een lange werkdag of wat dan ook en gaat douchen. Dan heb je net een spa onder de douche. Of in bad dan. Oh ja, die ruikt echt heel erg lekker. Er zit er nog iets in van het merk Natasha Denona. En dit is Mini Zendo Palet. Deze heb ik al zo vaak in mijn winkelmandje gehad. En elke keer dacht ik, nee Bianc, ja Bianc, nee Bianc. En nu heb ik hem. En deze ziet er zo uit. Natasha Denona heeft heel veel van die mini paletjes. Daar heeft Catrice, zeg maar, de 5-in Lookbox ook een beetje op geïnspireerd. En ik vind deze echt heel erg mooi qua kleuren. Wel heel neutraal ook, maar ja, daar hou ik nou eenmaal van. Dit vind ik echt heel erg mooi. Dus deze ga ik ook reviewen. Het laatste product dat erin zit is van YSL Black Opium. En dit heet Illicit Green, als ik het goed heb. En ik zag deze en eerst dacht ik van een beetje groen. Dan denk ik aan die grasgeuren en zo. En ik dacht, nee, het is niks voor mij. En toen had ik de reviews gelezen van anderen dacht ik, oh, oké. Okay. Hij ziet er zo uit. Net zoals eigenlijk Black Opium, maar dan met groen.
En ik ga hem gewoon voor de eerste keer met jullie proberen. De flacon. Oké, dit ruikt echt heel erg lekker. Ik heb geen idee waarna. Ik ben zo blij dat mijn geur weer terug is, mijn ruikvermogen. Ik weet zo de geurnoten niet. Ik heb hem echt gewoon op de gok gekocht. Maar dit ruikt heel erg lekker. Het heeft niks met gras of groen te maken of wat dan ook. Dat is wat mijn gedachte ervan had gemaakt door het groene. Maar dit ruikt echt heel erg lekker. Ga ik ook testen. En hier komt een geschreven artikel van. Dat weet ik nou al, want dat doe ik graag met parfum. Dat waren de producten die ik heb ontvangen van loofantastic.nl. Ik zet sowieso alle informatie in de beschrijving. Maar ik zag dus dat er nog wat in zit. En ik heb geen idee wat. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik dat het een loofantastic box is. Dus ik ga even... Ik heb hier ook geen idee van wat het precies is, van welke box. Dus die gaan we ook even samen uitpakken. Het is dus een loofantastic beauty box. Maar er zit zo te zien geen flyer in. En ik weet ook niet of dit van de afgelopen maand is. Of van de volgende maand. Of ik heb echt geen idee. Maar ik ga de inhoud wel laten zien. En ik zal de informatie van loofantastic beauty box ook hieronder neerzetten. Ik heb er al meerdere video's van gemaakt. Een artikel op pinkit.nl. Maar ik ga de inhoud ook even aan jullie laten zien. Als eerste Gentle Facial Buffer. De Ritual of Ying Mild Body Scrub. Oh, dit vind ik heel erg leuk. En mijn dochter ook een body scrub van Rituals. Even kijken. Oh, dat ruikt ook zo lekker. Ja, heel blij mee. Dan zie ik van L'Oreal een hand sanitizer gel. Altijd handig. Van Philip Kingsley Styling Finishing Touch Polishing Serum. Ik denk voor het haar, een tube. Ik heb geen idee. Daar ga ik, maar styling is volgens mij voor het haar. En van Espa een 24-hour Replenishing Eye Moisturizer. Nog twee producten in de snippertjes verstopt. Namelijk een cleansing milk van Balance Me. En een multi-use balmpje, denk ik, met een kleurtje. Oh, wacht. Dr. Lip Tint Red Reddish Pigment. Nogmaals, ik heb zo geen idee van wanneer deze beautybox is. Maar ik zal dus alles in de beschrijving zetten. Kun je op gemak alles teruglezen. Als jullie dus ergens een review van willen zien in videoformaat, in fotoformaat op Instagram of in blogformaat op pinkit.nl, laat dat dan hieronder ook even weten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg allemaal!